De International School of Amsterdam aan de Sportlaan heeft pas de nieuwbouw geopend en moet nu alweer uitbreiden. Veel partijen, met de VVD voorop, vinden dat de gemeente onmiddellijk grond beschikbaar moet stellen. Dat bleek afgelopen week in de Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen. De gemeente moet sportvelden en financiën vrijmaken, maar dat duurt allemaal erg lang. Hoe moet het nu verder met de uitbreiding van de internationale school? Ja, kijk, ik denk dat we van links tot rechts door de hele Raad het belang van het behoud van de internationale school voor Amstelveen, dat we dat wel helder hebben. Daar is het CDA natuurlijk ook hartstikke voor. En ik denk dat we er ook allemaal op uit zijn dat de wethouder met de internationale school tot een goede oplossing komt uiteindelijk. Ja, maar als dat met die sportvelden niet lukt, wat moet er dan gebeuren? Ja, misschien moet het dan een andere locatie en dat wordt nog best lastig. Ik weet, hoorde mevrouw Gas in de commissievergadering zeggen dat er ruimte zat is in Amstelveen hiervoor. Maar ik hoor haar eigen wethouder raad altijd zeggen dat Amstelveen op slot zit en er weinig meer gebouwd kan worden. Dus daar moet wel iets op verzonnen worden. En nou ja, ik weet ook niet precies wat er naar de bottleneck heeft gelegen om het op de sportveld te doen. Maar vinden met z'n allen ook raadsbreed belangrijk dat er op een centrale plek in Amstelveen gesport kan worden in de wijk. Dus ik kan me best voorstellen dat het heel lastig is om het daar te realiseren. Die sportvelden die dan eventueel zouden moeten wijken hier, moeten daar ook alternatieve locaties voor gevonden worden? Als het uiteindelijk allemaal niet meer past, dan zou dat wel ook een van de opties zijn. Maar volgens mij was het nu alleen maar een herschikking. En werd er niet echt gesproken dat er bijvoorbeeld de hockey helemaal naar een andere locatie zou gaan. En wat is nu het vervolg van dit proces? Ik denk dat de wethouder die heeft toegezegd dat zij weer met de ISA in gesprek gaat in de regio. Dus ook in Amsterdam en de andere gemeentes. Want die stellen ook geld beschikbaar om dit mogelijk te maken. Want voor iedereen is de nood hoog om internationale kinderen op te vangen. Dus ik hoop dat er een vervolg aan komt en dat zij de raad gehoord heeft dat wij het allemaal heel belangrijk vinden.